Hey, met wie heb ik het genoegen? Met Marlinda Veldhuizen, de voorzitter van de Lichtjestocht. Wat is de Lichtjestocht precies? Zou je dat kunnen uitleggen? Lichtjestocht is een evenement dat georganiseerd wordt vanuit vier kerken hier in Vathorst. En wat wij willen doen is de kerstboodschap eigenlijk vertellen. En dat doen we door middel van een tocht. En wat is de bedoeling precies van die tocht? Hoe ziet het er een beetje uit? Nou, we hebben een tocht van 800 meter tot een kilometer ongeveer. We hebben leuk verlicht met allemaal lichtjes. Op de achtergrond ook, als het goed is, een beetje te zien. Zo hebben we de hele tocht verlicht. En dan komen ze eigenlijk langs allerlei scènes. Dus we hebben de wijzen uit het oosten, herders, de Romeinen. Ze kunnen zich inschrijven. Goedenavond, welkom in Bethlehem. Bevel van keizer Augustus dient zich in te schrijven bij de volgende tafel. En dan mag je de lichtjestocht vervolgen. Veel plezier! Plek waar we nu zijn, zijn we bij de herberg. En daar daar is geen plek meer. Zoals in het kerstverhaal zo is dat Jozef en Maria op zoek zijn naar een plek. Kinderen kunnen hier wel even een marshmallowtje roosteren, maar moeten daarna de tocht vervolgen. Uiteindelijk komen zij op het eind bij de natuurboerderij uit. En daar vinden zij Jozef en Maria met kindje Jezus. Dus het lijkt me een hele organisatie. Hoe lang zijn jullie bezig geweest om dit op poten te zetten? Het was inderdaad een flinke organisatie. We zijn volgens mij in september ongeveer begonnen. We waren met een groep van 6 organisatoren. En een maandje of 4 dan dus, denk ik. Waarbij de frequentie van de vergaderingen steeds meer achter elkaar werd, zeg maar. Dus dat, En is dit de eerste keer dat jullie dat doen? Nee, het is de tweede keer. 2 jaar geleden was het de eerste keer. Het idee is om het jaar te organiseren. Omdat het toch inderdaad een behoorlijke organisatie is. Is het wel erg veel om dat in allemaal elk jaar te gaan doen. Alleen de organisatieploeg is wel compleet vernieuwd ten opzichte van 2 jaar geleden. Dus het was wel weer een beetje wie we opnieuw uitvinden. En als je het zo ziet, zeg maar, wat je op de tekentafel hebt bedacht, wat vind je ervan? Heel tevreden. Ja, kijk, wel heel blij op het evenement. We horen op dit moment om ons heen heel veel complimenten. En uiteraard zijn er altijd punten voor verbetering. Maar we mogen denk ik heel tevreden zijn met wat we hebben neergezet. Zijn er nog medewerkers of mensen die je wil bedanken voor de hulp? Ik wil sowieso het team van organisatoren wil ik heel hartelijk bedanken voor alle inzet die ze hebben gehad. En natuurlijk alle vrijwilligers die hier vandaag bij betrokken zijn. We hebben om en nabij de 80 vrijwilligers nodig gehad om dit allemaal op poot te zetten. Alle hulp die gegeven is, mensen die ook hun huis ter beschikking stellen om spullen op te slaan en dat hier weer hebben afgeleverd. Alles bij elkaar. Hebben we heel veel te danken aan heel veel vrijwilligers en daar zijn we super blij mee. Ik wil namens het team van de Lichtjestocht wil ik heel graag iedereen hele fijne, warme en gezegende kerstdagen wensen. Ik hoop dat jullie veel liefde te wachten staat en dat jullie een mooie kerst tegemoet gaan. All morning stars together proclaim thy holy birth, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. For Christ, wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year.